Ik heb iets voor te leren. Mijn statief is daar kapot. Jullie gaan dat niet meer. Hier is eigenlijk een scheurtje hier binnen. Maar in ieder geval, ik ga dit dus terug moeten opsturen. En dus ik heb nu geen statief. Dus nu kan ik dat niet te goed vasthouden. In ieder geval, het is al een heel slechte dag voor als eerste vlog te gebruiken. Maar ik ga het toch doen. Dus onze plannen zijn een klein beetje gewijzigd. Normaal gezien gingen mijn vriend en mijn neven en zo naar Vilnius. Gaat niet door wegens het coronavirus. Yay. Ik had daar een vrouwenweekend. Gaat ook niet door wegens het coronavirus. Yay. Dus eigenlijk is heel mijn dag van een hele drukke dag naar een dag niks doen. Wij gaan nu naar de McDonald's, want ik wil al heel lang de ontbijt proberen. En dat is wat we nu gaan doen. En ja, misschien daarna dan maar naar de winkel. Om een nieuw statief te gaan kopen als die open zijn. Ja, zoals jullie zien, ik kom nog maar net uit de douche, dus mijn haar is nog een beetje nat, maar maakt niet uit. Anders zal ik mijn outfit laten zien, want ik ben kei blij. Dit is mijn outfit van Rydell. Yay! En dan heb ik deze leuke riem, die is echt nog maar nieuw, die heb ik ook nog niet zo heel lang. En dan een zwarte broek en mijn witte schoentje. We gaan maar eens vertrekken naar de McDonald's en daarna voor een nieuw statief gaan kijken, zeker? Is dat goed, lekker beestje? Nee. Hoe nee? Tonnetjes geven. Ja, shiny, shiny. Ik ga ervoor zorgen dat ik deze teruggestuurd krijg. Ik ga daar dus eerst een mail voor sturen misschien. Ah! Oh my god! It's oh so quiet. Shh. Oké, dus wat hebben we? Voor jou chocomel, voor mij chocomel. Tella is voor jou. Koekjes, eentje voor jou, eentje voor mij. Oh, oh my god. Box of happiness. Die is voor mij. Oké. Die is kijken. Oh. Oh nee. Pech, hè? Ik wou dat open doen. Even kijken wat de binnenkant. Heel veel kaas. Simpel mannet. Oh my god. Ik dacht Nutella. Waarom heb je dat niet gepakt eigenlijk? Nutella is goed. Ik heb ook even met mijn zus gestuurd. En we gaan naar daar gaan. We gaan gezelschapsspelletjes spelen. We zijn dus naar de mediamarkt geweest. Daar hebben we niks gevonden. Dan zijn we naar de Camera Express gegaan. En daar heb ik deze gevonden. Yay! Ik heb hem. Hij is zalig. Ik vind hem echt keigoed. Yes! Kijk eens man, het is toch veel gemakkelijker om te filmen. Jullie blijven ook veel stiller staan. We zijn bij Senna nu. Senna is zijn valies aan het uitladen. Maar ik kom niet op mijn woorden. Ik ga even kijken en daarna ga ik een beetje TikTok opnemen. En ik weet niet hoe de dag gaat verlopen in ieder geval. Maar ik vind het nu al heel leuk gaan. De McDonald's was toppie. My god, die toast met kaas en spek. Eerst zei ik van ja, eenvoudig maar lekker. Maar dan meer dat ik naar het midden kwam, dus te beter. Oh my god, man, dat was echt zo goed. Ik heb er gewoon plezier in. Ik kan niet dansen. Ik kan echt niet dansen. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. En dan gaan we nu naar mijn zus vertrekken met de auto. In de auto ook nog wat dansen op de muziek. Wat ga ik doen? We made it. Hey, zie je zo mooi, mama. Zie je zo mooi dat dat hier gewoon is. Wauw. Gaan we zo wel stoppen. Is het er? Ja. Kijk, wat vind je van mijn nieuwe camera? Oh, kiezen. I like kiezen. Oh, dat is een meisje. Wauw, je hebt dat goed gezien. En ben ik Elena. Ik had het gezien, niks is te donker. Ze moest niet op een gangbangs afgelast vanwege corona. Maar is gangbangs? Meerdere personen die samen. Ah, oké. Ik wil wel gefilmd. Ja, maar ze gingen muten dan. Ging nou, ik ga dat piep, ja. Hoe noemen we nu eigenlijk? De corona's? De corona's. De corona-strijkers. Yes! You can do it! Succes,
zal ik al redelijk kunnen weer drinken. Mijn woord een plus. Oh my god, je voelt dat zo maar. Ja, ze is in de cinema of zo. Schoot jij me echt? Ja, ik verschoot echt. Mama, mama ook kijken. Wie mama, Silla? Mama ook. Ik wil iets voor hem leren. Laat de gitaar. Oh, op de rechter en de recht. Gewoon draaien. Oh, level field. Zelfs nu maar extra. Oh, oh, oh. Niet tegen mij, please. Kom maar, hey, dat is met die muren. Oh, weer op. Je blijft tegen Kadir, maar ik tegen die muren. Oh, dank u, ze. Ga het nog eens doen? Ja, echt kunnen. Dat dacht ik al. Kom maar, zit er bijna. No! Voor 3 seconden! Echt waar! Maar ik ben altijd in de warmte en kleur. Je is gewoon zijn eten aan het aftrainen, schat. Yes! Goed zo! Is hier gelukt? Dat was ik niet hoor. Nee, toch. Als je dat doorgaat, is dat niet zo moeilijk. Gewoon kalm blijven. Ja, echt waar. Oké, dan niet. Is dat normaal? Nee, hard. Hard, ja. Nee, zijn dat paard al mee zijn? Ja, zo, weet je hoeveel uren dat je er al in heeft ingestoken? Nee! Oh, dat was even zo moeilijk. Goedemorgen allemaal. Het was gisteren 11 uur ongeveer toen we thuis waren. En ik was echt veel te moe om nog te filmen. Maar ik had ook auto gereden en ik wou gewoon direct in mijn bed. Het is uiteindelijk nog wel een hele leuke dag geweest. Dus ik was in het begin een beetje bang dat het niet echt leuk ging zijn. Dat we nog niks gingen doen. Dit is dus het einde van mijn eerste vlog. Oh, ik vond het heel leuk. Hopelijk jullie... Oeh, mijn eten is klaar. Oeh, de toast. Nee. Oh, die toast werkt veel te lang. Hey. Oké, okay, kijk, het is zo een bovendeel. Dus het bovendeel ga ik wegdoen. De rest kan ik nog wel opeten, zeker. Dus ja, ik was mijn einde aan het maken. Ik wil jullie dus bedanken om te kijken naar deze video. Geef deze video een like. Abonneer ook op mijn kanaal als je het leuk vond. En voor nog veel andere video's. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video terug. Doei! All night, I ride with you. You know you got it. Oké, ik heb net dat liedje gehoord en ik ken dat liedje eigenlijk helemaal niet goed. En toch heb ik dat nu in mijn hoofd.